Dag dames en heren, leuk dat u kijkt naar het Schaatsjournaal van maandag 8 februari. Op dit moment sneeuwt het nog op sommige plaatsen in Nederland, maar de sneeuw gaat vrij snel stoppen en we krijgen een verscherping van de kou, vooral in de nachtelijke uren. En dat danken we allemaal aan die sneeuw die er de afgelopen dagen is gevallen. In oude water is het water nog vloeibaar, maar er zijn op steeds meer plaatsen in Nederland toch wel dit soort beelden te schieten: sneeuwijs, sneeuw. Duinen die de sloten inwaaien. Ja, dit soort plekken, daar kan de komende dagen niet meer geschaatst worden. Ook vanuit Friesland krijgen we beelden door van collega Laura die in Harlingen staat. En daar zien we ook dat de eerste ijsvorming plaatsvindt. Maar ook daar is het vooral sneeuwijs. Sneeuw die in het water terecht is gekomen. Het water is koud genoeg, dus het smelt niet meer. Het begint langzaam aan te bevriezen. En we zullen zien dat de komende dagen dit sneeuwijs ervoor gaat zorgen dat de kwaliteit van het ijs daar zo in Friesland niet al te best is. En dit is eigenlijk een beeld wat we in heel Nederland zien. Nou. Het wordt in ieder geval kouder. Komende nacht bijvoorbeeld al. Matige vorsten in grote delen van het land. Maar als later vannacht het op sommige plaatsen op gaat klaren. Dan kan boven dat sneeuwdek de temperatuur naar min 10 tot misschien wel min 12 dalen. Want de wind begint af te nemen. Morgen, in vrijwel het hele land, een droge dag met in de middag zo waar de zon, die je af en toe weet door te breken. Het blijft goed vriezen. In het noorden van het land, Groningen, Friesland en de Waddeneilanden, daar zou nog een sneeuwbui kunnen vallen. Dus stuifsneeuw. Dat zal waarschijnlijk ook op de meeste plaatsen wel voorbij zijn, behalve in Groningen, Friesland, misschien ook wel Noord-Holland en nog de Noordoostpolder. Het is dus vooral het noordelijk deel van Nederland waar wat meer wind staat. Nou, de komende dagen wordt het vooral in de nachten nog wat kouder. Overdag breekt het zonnetje steeds vaker door. Zien we dat de temperaturen een klein beetje omhoog gaan. Maar kijk eens naar die nachttemperaturen: we krijgen strenge tot zeer strenge vorst. De wind is niet al te sterk. Dat zijn echte ingrediënten voor flink wat ijs aan groei. Of die kou lang aan gaat houden, dat is natuurlijk altijd de vraag. De eerste twijfel daarover begint eigenlijk na het weekend, waarbij er voorzichtig een paar oplossingen zijn die de temperaturen boven nul berekenen. Maar ik moet wel gelijk zeggen: het gros is nog altijd koud en we moeten nog maar even kijken wat hier precies gaat gebeuren. Dat wordt de komende dagen spannend, want als die koud doorgaat, ja, dan staan we nu dus echt aan de vooravond van een langdurige vorstperiode. Ja, waarschijnlijk gewoon een koude periode, want er zitten dus echt meerdere nachten aan te komen met strenge vorst. En als we dan kijken naar de ijsaangroei, dat gaat natuurlijk hard de komende dagen. Het is nu echt begonnen. En de komende dagen gaat het echt om centimeters per dag met dit soort temperaturen. En bijvoorbeeld donderdag, dan staat voor Midden-Nederland bij een waterpartij met een diepte van een meter, al zo'n 9 centimeter in de grafiek. Uiteraard, op sommige plekken mooi zwart ijs, op andere plekken sneeuwijs en her en der zullen ook nog wel wat windwakker zijn. Dus nogmaals, dit is echt een gemiddelde. Maar de aangroei gaat gestaag door. Eind van het weekend zouden we wel eens richting de 15 of 16 centimeter gaan. Nou, we houden het de komende dagen in ieder geval allemaal erg goed voor jullie in de gaten. Want schaatsen, daar zitten toch wel heel veel Nederlanders op te wachten. De ijsthermometer, de schaatsthermometer moet ik zeggen, die staat dus op dit moment op ijsvorming, gaat heel snel omhoog en we komen later deze week waarschijnlijk al in de buurt voor een ijsdikte die voldoende is voor schaatstochten op plassen en meren. Uiteraard hebben we nu nog de coronamaatregelen, dus. Heel veel gaat waarschijnlijk niet door. Dus let op: als je later deze week het ijs opgaat, dat je echt er zeker van bent dat het ijs dik genoeg is. Morgen hebben we weer een update, dus kijk ook morgen weer naar het Schaatsjournaal.